Ik ben ondernemer van een plantenzaak. Echt specifiek alleen maar de planten en verder de sneeuwbloemen er niet bij. Dus de kamerplanten, tuinplanten, terrasplanten, dat voornamelijk. Maar, ik heb eerst hier op de markthelden gestaan hier in Bonne, maar dat kon geen moment niet meer door de corona gebeuren eigenlijk. Toen ben ik geen meer gevestigd in Nijverdal. Daar ben ik uiteindelijk gestopt en zodoende ben ik hier nog gevestigd in Bonne. Mijn ouders hebben mijn eigen kwekerij in Weerselo zitten met een met particuliere verkoop. En ik heb altijd gezegd van ja, ik wil zelf iets meer in de verkoop en iets minder zelf in de kwekerij doen. Dus ik heb wel, altijd wel een keer gezegd van ik wil wel een eigen bloemenzaak hebben. Deze bloembak tegenover mijn pand, die was nadaar slecht eigenlijk voor het centrum eigenlijk, waardoor ik heb gezegd tegen de gemeente van hey, kan ik deze niet onder mij nemen, zodat ik hem eigenlijk in mijn eigen ideeën inricht eigenlijk, zoals meer bloeien in het centrum toch gaat komen en toch wel een visiteplaatje voor me is. Ik zit hier nog maar 3 weken nodig, dus het is nog een beetje lastig bekeken van wat de toekomst waarmee dat gaat brengen eigenlijk.